Een hele goede avond. Ik hoop dat jullie een leuke kerst hebben gehad. Ik mis het wel. En ik ga met jullie hebben over een nieuwe streamingdienst voor radio. En ja, voor radio vooral. En dat heet Duke. Wil je meer weten? Laat het dan meteen meer. Mijn naam is Klammer Noor en welkom bij de December Video 2019. So don't hold me back. You're not allowed to spend by. Goed, ik ga met jullie hebben over een nieuwe streamingdienst. Net al zei tegen jullie. En dat heet Duke. En Duke is een streamingdienst voor radio vooral. En ik heb een radiozender zelf verwijderd die ik al op de app had. En ik ga het nu even zien. Kijk of ik het kan laten zien, jongens. Dit is de app. Ik heb dat kunnen zien, maar dit is de app van Duke. Van Duke is dat de app. En dit is best wel een hele uitgebreide app, moet ik zeggen. Dus ja, waarom ik hem zo makkelijk vind is dat... Waarom ik het zo makkelijk vind is dat alle zenders van taal van de groep, zoals Huizenjaar, Sky Radio, Radio 10 Gold, Veronica, Linda Radio, natuurlijk ook bijna alle NPO zenders staan er ook op. Waarom denk je van, waarom NPO zenders? Ja, want het natuurlijk ook in Nederland is, alle Nederlandse zenders staan er op. Alleen van Talpa, niet andere zenders. Zoals de Vlaamse staan er ook op. Alle radio's van Nederlandse radiozenders staan er ook. Maar ook overige radiozenders staan er ook op. Ik zal even kijken of ik hem kan vinden in de App Store op mijn computer. Zal ik even kijken of ik het linkje kan vinden ervan. Kan ik wel niet, dan is het jammer, maar toch. Dan heb ik een linkje onder in de beschrijving van de app. Om te kunnen installeren via je computer. En iMac of via je Apple device. De link die ook te krijgen is in de Android. Maar ik weet het niet zeker, dat ik iets te zeggen. Zowel ja, dan is het dus wel. Maar waarom heb ik hem dan maar een video over is. Als ik dit jaar meer met dat soort dingen ga bezig gehouden. Zoals nieuwe producten, zoals Duke of zo. Ga ik meer bezig houden als. Mobiele apps gaan we bezig houden dit jaar. Vorig jaar was het meer met jouw touwtje video's. Onderdelen video's. En dit keer is een beetje... Volgend jaar is een beetje... Meer... Gadgets of wat dan ook dingetjes. Die mij leuk vindt om het over te hebben. Ik wil zeker niet breed afpakken. Zeker niet. Maar wel van... Goh, ik vind best wel... We kunnen daar goed met jullie over praten. Als het mij komt, maak ik een video over de volgende jaar. Zo niet. Dan gaan we geen deze nieuwe video. Zo wel, ja dan wel. Dat kan zijn. Dan hebben we een beetje, dan hoor je meer om 1 januari hoor je dat meer over in de video. En ja. Zelfs ik jullie ook hebben, eventjes kort en krachtig over de app Duke. En ik heb het klopt nog van 5 uur. 5 uur zit natuurlijk ook op los. Dan kan zij alle taupen, de ruitenders aan de roep. Zoals wat ja, Q-music aan de roep. Ik denk niet dat het taupen is, maar ik weet niet zeker. In ieder geval Radio 10 Gold, Radio 10 en al die andere zenders van taupen ook. Publieke omroepzenders natuurlijk ook. Alleen radio en geen tv. Ik ga hem even installeren op mijn Sonos. Ik heb hem ook op mijn Sonos staan. Kijk of Sonos ook al te bereiken is. Sonos is hij ook al te bereiken, YouTube. En als je Sonos hebt, dan kan je kijken op het kopje instellingen. Dan ga je naar services. Ga je naar beneden, services toevoegen. Services, druk, kom je mee dat je YouTube ziet. En dan kan je hem installeren en geen kleur. Hoef je geen
geen account voor te maken. Het mag wel via de app. Dat hoeft niet via de Sonos systeem. Hoeft niet. Dus je kan Sonos gewoon gelijk gebruiken. En als Riot.net kun je gewoon wel gebruiken. Riot.net is ook een app. Dan kun je ook kunnen inloggen. Maar dat hoeft niet via je Sonos devices. Dus vond je de video een leuk, klik een dikke vette duim omhoog. Dan zie ik jou weer rond de 30 of 31 januari. Deze week weer een nieuwe video om 7 uur. Dus ik zeg tot de volgende.